Voor al degenen die mij niet kennen, ik ben Frank van der Rijn. Ik ben de locatiemanager van Sint-Jozef in Hooglanderveen. En huis Sint-Jozef in Nijkerk. En ja, het is een hele leuke middag, want ik ga een cadeau krijgen. En ik zeg ik, maar ik ga helemaal geen cadeau krijgen. De bewoners van Sint-Jozef, het dorp, gaat wat mij betreft een cadeau krijgen. Cadeau krijgen we aangeboden, dat zal ik zo nog even vertellen. Maar het leuke aan het cadeau is dat het echt door iedereen gebruikt moet gaan worden. Ik vind moed. Ja, het is een echt een ontzettend leuk ding. We gaan proberen dat zo goed mogelijk vorm te geven. We gaan proberen daar ook vrijwilligers voor warm te krijgen. We gaan proberen daar familie voor warm te krijgen. Want het is echt heel erg leuk om erop uit te kunnen gaan. En wat is het cadeau dan? Ja, daar moeten we nog even voor naar buiten kijken zometeen. Want als het goed is, komt hij er zo echt aan. Het is een fietsje. En het leuke aan het fietsje is dat ik hem van de vorige week voor het eerst zag. En toen zei er iemand van, ja, het is wel leuk die fiets. Maar je kunt hem nergens kwijt. En toen zei ik, jawel, we hebben nog een berging op de begane grond. Daar kan hij in. Nou, ik zal u vertellen, op 3 centimeter na kan hij er niet in. Dan kun je 2 dingen doen. Je kunt zeggen, van we halen er een wiel af. Maar dat schijnt heel lastig te zijn met deze fiets. Dus ik ben nu nog als een speer, zoals dat heet, aan het nadenken over een extra schuurtje. Want dat hebben we echt nodig. Het is een fiets van 2 meter lang. Hij is bijna 1 meter 20 breed. En hij is 1 meter 40 hoog. Dus ja, dat is wel een beste fiets. En die fiets die krijgen we aangeboden. Die fiets die krijgen we aangeboden door de stichting het Wit-Gele Kruisfonds. En dat vind ik echt een prachtig initiatief. Ik vind het prachtig dat het mogelijk is. Ik vind het prachtig dat u daar gebruik van kunt maken. Want geloof me, het is geen gazelle van 500 euro. Want we hebben zelfs, er zijn verschillende uitvoeringen van deze fiets. Er zijn gewone fietsen die je moet trappen. Maar er is ook een elektrische uitvoering. En dit is een elektrische uitvoering. En dat is echt buitengewoon, want dat betekent dat er op een hele makkelijke manier toch een redelijke tocht mee gemaakt kan worden. Dat betekent dat u niet gebonden bent om in Hooglanderveen de Van Tuylstraat op en neer te pendelen. Want dat heb je natuurlijk na 3 keer wel gezien. Maar je kunt er ook verder mee weg. En ook daar willen we gaan kijken hoe we u daar zo goed mogelijk bij kunnen ondersteunen. Ziet u hem al? Nee, hè? Ja, komt hij al. Met ballonnen. Als het goed is wel, ja. Met ballonnen. Er wordt wat gewezen, er wordt wat gekeken. Ik hoop dat ze goed uitkijken met het oversteken. Weliswaar niet zo'n hele drukke weg, maar toch. Het is altijd wel leuk als ik er natuurlijk wat over vertel. Ik ga het woord even overgeven aan, voor u allen bekend, hier dan als dokter Hakman. Die gelden die zijn toen in een fonds gestort met de bedoeling om daar leuke dingen mee te doen voor mensen die het niet kunnen betalen wat de gezondheid en de medische voorzieningen voor mensen kan bevorderen in onze gemeenschap in Hoogland en Hooglanderveen. Nou, ik heb het idee dat wij niet fietsen kunnen waar we willen, enkel om de paaltjes op de fietspaden. Ik weet zeker dat er heel veel fietspaden uitvallen waar we dan heen kunnen. En er zou een oplossing voor moeten komen dat we met al onze mensen verder kunnen. Welke oplossing zou dat zijn? Paaltjes eruit, bordjes erin. Of de mensen een sleutel geven voor de paaltjes.